Het Lommelse bedrijf Malta Glass Recycling is een cruciale schakel in de eindeloze kringloop van glas. Zij zetten glasafval om in zuivere glasscherven, welke de grondstof vormen voor de glasovens. Wij spraken onder andere met plantmanager Wim Merket. Malta is de grootste glasrecycler van de Benelux. En op onze vestiging hier in Lommel recycleren wij 170.000 ton vlakglas per jaar. Dat zijn dan ruiten van gebouwen of van auto's. Het glas komt hier binnen als afval. En met geavanceerde sorteertechnologie verwijderen wij alle stoorstoffen en produceren wij 100% zuivere scherven die we terugleveren aan de glasindustrie. En zo is glas eindeloos recycleerbaar. De vraag naar glasscherven neemt toe en onze ambitie hier in Lommel is dan ook om te groeien. Maar daarvoor moet de markt nog beter inzamelen, want er gaat nog steeds te veel vlakglas verloren die hier gerecycleerd zou kunnen worden. Van de 1,3 miljoen ton die Malta op jaarbasis inzamelt, kunnen wij al 97% terugbrengen in de recycling. De andere 3%, dat is ons doel om dit binnen dit en 5 jaar naar 100% totale recycling te gaan binnen Malta. Het grootste gedeelte van het gerecycleerde glas gaat terug naar de verpakkingsindustrie. Na het verbruik van deze verpakkingen komt dit ook weer terug, waardoor het een heel circulair product wordt. Maar denk bijvoorbeeld aan autoruiten, die worden omgevormd tot bierflesjes. En bouwglas bijvoorbeeld gaat terug naar bouwglas, wat het ook dan weer circulair maakt. Maar daarnaast heb je ook nog andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld de glasfiber of de isolatieindustrie. We weten allemaal dat de volgende glasstroom die op de markt gaat vrijkomen, van zonnepanelen gaat komen. En Malta zal op zoek samen met Europa om te kijken naar een oplossing om dit materiaal volledig te recycleren en terug te brengen in de loop om daar opnieuw zonnepanelen van te maken.